In 1901 heeft de Nederlandse regering een wet aangenomen, de woningwet. Die was nodig omdat veel mensen en vooral de arbeiders in erbarmelijke omstandigheden moesten leven. De consequentie was dat er architecten gezocht werden om betere huizen te bouwen voor de arbeiders. En eigenlijk was het niet zo fijn voor architecten om dat te gaan doen. Maar er ontstond ook een groep mensen die er zin in hadden, die hun hart hadden bij de arbeider en ook mooi wilden gaan bouwen. En dat werd de Amsterdamse school. En de creatiefste geest van die architecten was Michel de Klerk. Hij bouwde in Amsterdam verschillende arbeiderspaleizen. En het schip was daarvan het belangrijkste en het eerste. En de komende expositie gaat over een wonderlijke geschiedenis dat de Japanse architect Tsutemi Horiguchi naar Nederland kwam in 1923. Het gebouw was net opgeleverd en hij was dus eigenlijk de eerste Japanner die dit zag. Hij werd zo enthousiast dat hij er het jaar daarna een boek over heeft geschreven in Japan. En naar aanleiding daarvan is nu een extra expositie. We zijn in het postkantoor dat onderdeel is van het volkswoningbouwcomplex Het Schip. En Michel de Klerk, die dit gebouw bouwde, heeft ook dit prachtige postkantoor ontworpen. Het is het enige interieur wat hij heeft ontworpen dat nog helemaal intact is. En het heeft bijzondere kleuren. Het is mooi van indeling. En heel bijzonder is ook de spreekcel als onderdeel van het telefoneren. En dan heeft het ook dubbele deuren, zodat je zonder dat mensen af konden luisteren, kon bellen. In 1923, en dat is nu 100 jaar geleden, werd dit gebouw bezocht door Tsutemi Horiguchi, een Japanse architect. Hij was nog heel jong en ook ambitieus en hij maakte een reis door Europa. Hij wilde kijken naar de moderne architectuur in Europa. En daar hadden ze in Japan wel van gehoord, maar niet zoveel van gezien. Dus dat wilde hij allemaal zelf gaan bekijken. En in de trein naar Amsterdam raakte hij in contact met iemand die zei van, en wat wil je dan in Amsterdam gaan zien? Ja, de bus van Berlage, die is al 20 jaar oud. Die is wel mooi, maar 20 jaar oud. We hebben veel nieuwere dingen. Je moet naar de stadsranden. Daar wordt voor de arbeiders gebouwd. De prachtigste gebouwen hebben wij hier in Amsterdam. En hij, meneer Van der Stempel, heeft Horiguchi hier gebracht. En Horiguchi maakte van deze spreekcel de foto. アムステルダムのクラーク氏のあの貧民長屋がどこの宮殿の美しさよりその美しさにおいて劣っていると言われましょうか。さらにこの博物館と日本は美術を生活に浸透させることによって社会をより良いものとしようと考えたアーツ&クラフトの思想でつながっています。大きな建物から家具、生活の小さな道具にまで
美術が染み渡ることを求めたアムステルダム派の姿勢は、豊かな伝統工芸品や芸能を持つ日本の文化風土とどこか似ているものがあるかもしれません。Die prachtige toren is een heel bijzonder onderdeel van Gebouw het Schip. Elk architectuurboek toont die toren. Het bijzondere is dat er veel te zien is aan die toren. Toen de Japanse architect Kengo Kuma hier op bezoek kwam, wees hij naar de piek van de toren en zei vol verbazing: is dit boeddhist? Het was scherp opgemerkt van Kengo Kuma. In de jaren 20 was er veel belangstelling onder architecten naar gebouwen en eigenlijk de bouwkunst van andere culturen. En met name het Verre Oosten vanuit Nederland gezien sprak enorm tot de verbeelding. En het bijzondere is dat de constructie van deze toren eigenlijk op een Japanse wijze gemaakt is zoals ze de tempels bouwen. Zonder één spijker, organisch aan elkaar verbonden. Een voormalig directeur van het Van Gogh Museum merkte op dat als Japanners iets heel interessant en mooi vinden, het waarschijnlijk zo is dat er iets is wat hun aan Japan doet denken. En ook daar gaan we op in de tentoonstelling en de publicatie.